Ik heb heel erg veel zin in, maar om afscheid van je familie te nemen is toch wel heel moeilijk. Maar dat komt helemaal goed. Van wie neem je hier nou afscheid? Dit zijn mijn ouders en mijn zus en een van mijn beste vriendinnetjes. Het gaat, doet je wel wat hoor. Ik ben heel flink en ik ben onwijs trots op haar. Ik vind het ongelooflijk stoer wat ze gaat doen. Maar ik denk dat ik straks wel even moet slikken als ik weer in de auto zit. Niet alleen familieleden kwamen de militairen vanmorgen uitzwaaien, maar ook de burgemeesters van Oorschot en Eindhoven en de commissaris van de Koningin. En ik weet zeker dat ik uit naam van heel veel Brabanders spreek als ik zeg dat we heel veel respect en bewondering hebben voor de inzet van onze troepen in Afghanistan. De hoogste baas van de legerplaats Oorschot, generaal Middendorp, vertrok vandaag ook. Hij gaat leiding geven aan de taskforce Uruzgan. Volgens hem wordt er duidelijk winst geboekt in het gebied. Ik ben anderhalf jaar geleden ook in Afghanistan geweest. En als ik het verschil zie, dan is er nu veel meer veiligheid. De mensen voelen zich veilig op straat. De bazaar bloeit weer op. Er branden lampjes 's avonds. En je ziet dat de economie weer een beetje op gang komt. En dat zijn natuurlijk hele goede ontwikkelingen. Directeur Jan Breker van PSV kwam de manschappen een hart onder de riem steken. Volgens hem is er binnen de spelersgroep veel respect voor de Uruzgan-langers. Vandaar dat de jongens een vlag van PSV genomen hebben. Daar de handtekening op gezet hebben. En ik hoop dat hij aan de hoogste paal voor jullie op het compound mag hangen. Generaal. Na de officiële plichtpleging was het tijd voor afscheid nemen. En dat geeft hard verscheurende tafereel. Rot moment. De laatste. Ja. Hij gaat heel terugkomen. Ja, zeker. Ga verder. Vandaag vertrekken er ruim 100 militairen naar Oeruzgan. De komende maanden komen er nog 800.